Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van weerplaza.nl. Veel plukjes met bewolking boven de Noordzee in het noordwesten van het land en dat zijn allemaal buitjes. En die buitjes die breiden zich geleidelijk over ons land uit, waardoor het vanochtend overal wisselend bewolkt is, met nu en dan dus ook een spat regen. In het noordelijk kustgebied is er ook kans op een klap-onweer en de temperatuur die ligt overal rond een graad of 10. Vanmiddag dan stijgt het kwik door naar 13 tot 15 graden. De noordwestenwind is dan matig boven land en krachtig aan de kust, windkracht 3 tot 6. Het aantal buien neemt in de loop van de middag geleidelijk af, waarna het vanavond dan grotendeels opklaart en het land inwaart zelfs op veel plaatsen helder wordt. De temperatuur zal snel dalen, ligt in het begin van de avond rond de graad of 10 en daalt vannacht naar lokaal 2 graden. Morgen dan is het wisselend bewolkt. In het noordelijk kustgebied valt misschien nog een enkele bui. En verre blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige wind en het wordt net als vandaag op de meeste plaatsen 14 of 15 graden. Woensdag en donderdag lijken prachtige dagen te worden. De temperaturen lopen op naar zo'n 18 tot op donderdag, zo lokaal zelfs 21 graden. Van een vrijdag dan wordt het weer een paar graden koeler met dan opnieuw 14 of 15 graden. Maar het blijft waarschijnlijk droog. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl